Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Landel Greenparks de Lommerbergen in Reuver. Vandaag in deze aflevering uiteraard de Sumo Challenge aan het einde bij Basisschool De Leerlings in Halen. We hebben een mooie vraag aan topsporter, turnster Vera van Pol, die nog aan de Olympische Spelen in Rio bij het onderdeel turnen heeft deelgenomen. Maar uiteraard starten wij met het kerngezonde nieuws van deze week. En ook het nieuws van deze week staat in het teken van Basisschool De Leerlings in Halen. De kinderen van groep 5 en 6 kregen namelijk onlangs een gezond ontbijt op school. Wethouder Stan Bakkes gaf het startschot en daarna vertelde tophandballer Daan Versleeuwen over het belang van een goed ontbijt. En dat bewegen ook belangrijk is, werd de ochtend begonnen met een lekkere warming-up. In Kerkrade bezocht oud-voetballer Roel Brouwers van onder andere Borussia Mönchengladbach en Roda JC de leerlingen van groep 6 van de basisscholen Sint-Jan Baptist en de Spoorzoeker. En ook Roda-mascotte Koepeltje was present. Op deze scholen draaide eveneens alles om het belang van een gezond ontbijt. De ochtend begon met een lekkere warming-up en daarna volgde het ontbijt zelf en konden de leerlingen vragen stellen aan Roel Brouwers en met hem op de foto. Hoi Vera, ik ben Pleun en ik zit op turn en hierachter is mijn klas. Hi. Ik zit op turn. Heb je nog wat tips dat ik zo goed kan worden als jij? Hey Pleun, ik ben Vera van Pol en op de Olympische Spelen in Rio werd ik met het Nederlandse team 7e in de landenfinale. Superleuk dat je een vraag voor me hebt en natuurlijk heb ik een paar tips voor je. Ik zou altijd in een makkelijke situatie beginnen en dan stapje voor stapje steeds moeilijker. Dus als je bijvoorbeeld op de balk gaat trainen, zou ik eerst beginnen op een lijntje op de vloer, daarna op een lage balk en als je dat goed kan, naar de hoge balk. Ik kijk ook heel vaak filmpjes op YouTube, want daar kan je ook veel van leren. Hopelijk heb je iets aan mijn tips en succes met trainen. Doei doei! Gezond eten is zeker voor een topsporter heel erg belangrijk. En daarom horen we vandaag het kerngezonde lievelingsgerecht van... Roy Kulvers, 36 jaar. Ik woon samen met Paula in Roggel. We hebben twee kinderen, Noek en Lot. Ze zijn 4 en 2 jaar. En ik ben beroepswielrenner. Ik eet graag pasta, een goede pasta. Maar als ik zelf thuis voor mag kiezen, dan heb ik liever gerechten waar groente en de grote basis van is. Maar altijd salades met geitenkaas, daar kunnen ze me altijd een plezier mee doen. Hallo, ik ben juffrouw Anne en ik sta in groep 5 van basisschool De Leerlings in Halen. En ik ga dit winnen omdat ik super lieve 27 kinderen in de klas heb die super enthousiast zijn en die mij heel hard gaan aanmoedigen. Ja? Ja. Ja, het staat goed. Ja, mooi. Ah, kom af. Ja, juffrouw Anne mag terecht juichen, want ze heeft het uitstekend gedaan. Haar tijd van 39 seconden en 99 honderdste was niet zo snel als die van Maurice. Maar dankzij de fantastische score op het grote dartbord gaan er nog 19 seconden vanaf. En daarmee komt ze op een mooie 20.99. En daarmee staat ze in ieder geval boven Maurice. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue.
Tijd voor onze wekelijkse rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. En weet jij het goede antwoord? Stuur het dan samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar onderstaand mailadres. De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en is eregast op de Kerngezond afsluitdag aan het einde van dit schooljaar. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Kerngezond TV. Onder een beeld via de icoontjes kun je gratis abonnee worden van ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Hoi! Kerngezond TV is powered by EVT. Landal, de Lommerbergen, Reuver en Hoogvaals. En Limburgs Uitje.